echt een geslaagde dag en alleen maar tevreden winnaar. Vandaag het grootste Fortnite toernooi van Rotterdam-Zuid. Het gaat beginnen, het gaat daar binnen beginnen. Daar zijn we dan, we zijn nu binnen en zoals je kan zien staat er achter mij de game room. Het wapenhok is aan de andere kant. Wat is het wapenhok? Wat is de game room? En wat is, zoals daar staat, Sketch? Ik ben Majid, ik ben hier namens Sketch. We geven gewoon maatschappelijk les, om het zo maar te zeggen, door middel van theater. Ik vind de inhoud van de Sketch veel raakvlak hebben met de voorlichting die we gegeven hebben. Vooral over dat stukje van Instagram film maken en in Instagram plaatsen. Op deze wijze proberen we de jongens een beetje bewust van te maken. Weet wat je maakt. Leuke vakantiefoto's. Hou ook in een vakantiealbum, fotoalbum maar. Stuur hem niet de wereld rond. Wapenhok is aan de linkerkant. Daar gaat de politie even uitleg geven over wapens de wijk uit eigenlijk. En daarin krijgen ze dus les. Welk wapen is nep? Welk wapen is echt? Hoe kan je dat signaleren? Wat moet je doen als je een wapen signaleert? Wat gebeurt er als je een melding maakt van hey, ik heb een wapen gesignaleerd? Hoe gaat de politie daarmee om? Dat wordt allemaal uitgelegd in het wapenhok. Marcel is van Mars Game Events. En Mars Game Events heeft er eigenlijk voor gezorgd dat we vandaag hier zo met heel veel mensen konden spelen. Hoeveel PlayStations waren er? In totaal stonden er zojuist 16 PlayStations klaar. En we hebben met 70 kinderen uit deze wijk hebben een Fortnite toernooi gehouden. En dat was eigenlijk zo dat ze begonnen in een poolfase. Ze speelden allemaal 3 potjes Fortnite. Allemaal solo wedstrijden. En uiteindelijk de hoogste scores, de laatste 16 gingen door daarvan. We hebben nog een halve finale gespeeld dus met die 16 personen. En daar kwamen nog 4 personen uiteindelijk door naar de finale. En die hebben zojuist beslist en uiteindelijk is er 1 winnaar geworden. En die heeft een beker gewonnen en nog een PlayStation tegoed, zodat hij dat thuis kan gebruiken. Het enthousiasme was echt schitterend en het was echt prachtig om hier te gast te zijn. En alle organisaties waren heel gastvrij en daar wil ik jullie voor bedanken. Gefeliciteerd jongen! Applaus! Heel erg bedankt jongen! Heel goed gedaan. Alsjeblieft! Alsjeblieft. Alsjeblieft. Alsjeblieft.